Meneer Buitenweg, wethouder van Mierlo heeft tijdens het politiek beraad een inleiding gehouden over de duurzame energielader, Almelo. Wat vond u van die presentatie? Ik vond het op zich een prima presentatie. Ik had ook die nota gelezen en wat ik dan uiteindelijk heb aangegeven, dat GroenLinks geen grote lijnen kan vinden in wat daarin benoemd is. En in welke gebieden we daar toch grootschaliger aan de gang kunnen gaan met energieopwekking. Met duurzame energieopwekking. Iets wat wij natuurlijk al misschien al 20 jaar, al 30 jaar bepleiten. Dus, en nu onder druk van Parijsakkoord over CO2-uitstoot, komt het er ook in Almelo van. Ik vond het een duidelijke presentatie. En er kwam ook goed uit dat de wethouder in augustus bij de eerste behandeling van de duurzame energieladder van Almelo goed heeft geluisterd. En op- en aanmerkingen die daar geplaatst zijn, die vond je terug in deze notitie en ook in zijn uitleg. Heeft u wat dat betreft nog wensen voor Almelo? Nou ja, je zou als gemeente, ik heb mezelf wel eens bezig gehouden met de energiecoöperatie in oprichting destijds, om dat toch te gaan stimuleren en daar ook wat meer geld voor vrij te maken, zodat mensen die daarmee beginnen, in het begin een aanloopsubsidie krijgen. Want dat is vaak de moeilijkheid van je wilt iets starten en dat eerste geld is er dan vaak niet. Terwijl er wel kansen zijn om samen met andere burgers op het dak van een school of in de straat dingen aan te pakken. Wat heeft u gemist? Ik heb eigenlijk gemist, maar ik denk dat het nog niet zover is, hoe de andere gemeenten binnen de regio ervoor staan. Of die ook al zover zijn als Almelo is, of dat ze er nog achteraan hobbelen en maar een beetje de kat uit de boom kijken hoe te handelen. Vandaar ook mijn vraag, wat is de positie van Almelo met deze duurzame energieladder ten opzichte van de bijdrage van de andere gemeenten binnen de regio? Als je gewoon met elkaar minder energie verbruikt, en wij niet alleen, maar ook het bedrijfsleven, en de overheid zelf natuurlijk ook, dan heb je ook minder duurzame energie nodig. Dus daar zit voor mij nog meer winst in. Maar wat je vaak ziet is dat mensen die denken, ja, ik heb nu wel zonnepanelen, dan een lampje meer of minder in de tuin doet er niet toe. Maar daar moet je dus niet vergeten, je moet wel ook zuinig zijn op energie. En als er ook nog zonnepanelen komen op die uitgebreide daken van die blokkendozen op het XL Business Park, nou dan schieten we met zonne-energie denk ik een heel eind op in de goede richting. Dan is Almelo op koers. Nou ja, wat betreft zonne-energie, maar we houden het, dan zijn we er nog niet. Hè. We hebben ook windenergie nodig. Nou, en dat zal natuurlijk nog wel een heikel punt worden. We zijn het allemaal wel over eens waar te plaatsen. Maar ja, dat wordt natuurlijk niet door iedereen die er vlak om of in de omgeving woont in dank afgenomen.